Van de week hebben we hout gehaald. En dan hadden we nog wat reststukjes van over. En ons haardhout, dat lag eigenlijk alleen maar in de weg. Nu hebben we maar eventjes een houthokje geklust. Zojuist is de timmerman hier geweest. Die hadden wij in november al gesproken om naar het huis te komen kijken. Ja. Omdat wij het kleine huisje wat wij erbij hebben staan in een bepaalde staat achten. Waardoor er wat grotere klussen gedaan moeten worden, ja, die wij sowieso niet allemaal zelf kunnen gaan doen. Maar het viel een beetje tegen. Ja, daar kunnen we ook wel lang en kort. Het viel een beetje tegen. We hadden voorzien dat we een nieuw dak zouden moeten. Het dak is namelijk van binnen lek, nat, rot. Ja. Dus die moet gedaan worden. Wat we niet hadden voorzien is dat er twee wanden van het huisje zijn gemaakt met een soort plywood. Dus van het geperste hout. In plaats van een gewone goede plank. Met als gevolg? Dat eigenlijk allemaal eraf moet. Ja, en opnieuw er tegenaan moet. Nou, we gaan lekker aan de bak, denk ik dan maar. Hè? Het slopen kan gaan beginnen.
Nou, een lekker stukje gelopen. Ja. Zo'n 1,5 uur. Ja. Wel lastig, want het is behoorlijk glad. De weg is moeilijk te vinden, want het is allemaal besneeuwd. Maar wel super mooi. En wat ook wel gaaf is, is dat je nu al die dierensporen zo makkelijk ziet. Ze hebben volgens mij nu de afdrukken van een lynx gezien en van een eland. Ja. Goed. Nou, gaan we van de zomer nog een keer proberen of we helemaal kunnen lopen. Ja. Joe. Wij zijn naar de winkel geweest. En wat hebben wij vandaag gekocht? Huskvarna. Ja, en wat zit daar dan in? Onder andere? Een hele mooie broek. Juist. Kijk eens. Tada. Tada. En waarvoor hebben we die broek? Is een veiligheidsbroek. Want we hebben ook van Huskvarna echt Zweeds gereedschap. Juist. Het mannelijke speelgoed is aanwezig. Oh, nou, op vele houtjes dan maar. Omdat wij op ons stuk grond een grote moestuin willen maken, hebben we besloten om zelf een composthok in elkaar te zetten. Dit hok gaan we maken van gerecyclede materialen. De pallets die je ziet staan, die zijn geleverd met het hout wat wij nodig hebben voor ons fireplace. We hebben diverse bomen gevonden die al omgevallen zijn, waarvan wij staanders gaan maken en een nieuw dak. En dan, dan gaan we het dus vullen met allemaal organische materialen. Dus kijk even mee hoe wij dit voor elkaar gaan krijgen. Nou, we houden het weer even voor gezien. We hebben nu de helft van de compostbak gemaakt. Het is nu tijd om even af te ronden, eind van de dag. En we hebben ook besloten om de reststand af te maken met een vriend van ons. Die komt volgende week namelijk om te helpen om de vrachtwagen uit te laden. En we hebben samen overlegd om ook nog wat klusjes te doen. Dus we gaan volgende week weer rustig aan verder. Dus abonneer je op ons kanaal, blijf op de hoogte van de filmpjes en kijk vooral mee hoe wij uiteindelijk het compostbak afmaken. Nou, zitten we dan? Inmiddels? 9:30. Half negen. Ja. -1. In de voortuin. Ja. Met een vuurtje. En straks gaan de worstjes erop. Omdat ik weer eens honger heb laat in de avond. Dus nou, prima. Een snack. Joe. Nou, het is op het moment 22:00. We hebben besloten om naar bed te gaan. Maar voor het eerst op de bovenverdieping gaan wij een nachtje doorbrengen. Wij hebben de afgelopen 2 weken beneden geslapen. Omdat daar de kachel staat, hout verwarmt en ja, dus allemaal niet boven. En nu gaan we het toch eindelijk eens proberen in onze eigen gemaakte bedje. Dus we gaan het meemaken. Ik ben benieuwd. Zo, goedemorgen Nederland. We hebben de nacht overleefd. Het viel nog best wel mee. Als ik wel even naar buiten kijk, dan zie ik
dat het raam bevroren is, zowel aan de binnenkant als de buitenkant. Het is best wel koud geweest en Stefan die is er nog niet helemaal aan toe. Het is 7:30 in de ochtend, maar hij is er nog niet klaar voor om de kou te trotseren. Maar goed, we hebben het overleefd.